Ze zijn voorlopig in andere paviljoens op Dennendal ondergebracht. Dennendal in Den Dolder maakt deel uit van de Willem Arntshoeve. Er is permanent een brandweerauto aanwezig op dit bosrijke psychiatrische complex. Maar ook al was die vannacht binnen een paar minuten na het eerste alarm bij de grashoek, voor 6 pupillen die hier sliepen, kwam de hulp te laat. Op het moment dat de brand uitbrak, werd de grashoek bewaakt vanuit een er tegenovergelegen paviljoen. Dat gebeurde door een nachtwacht met hulp van een intercom. Toen zij plotseling gestommel hoorde en ging kijken, sloegen de vlammen uit het gebouw en waren de kleine slaapkamertjes al met rook gevuld. Veel van de pupillen waren geestelijk zozeer gehandicapt dat ze niet zelf in staat waren het brandende paviljoen te verlaten. Hoeveel pupillen heeft de nachtwacht met haar inmiddels gealarmeerde collega's toen nog naar buiten weten te krijgen? 14. In het paviljoen woonden 22 mensen. 2 waren er op vakantie thuis. 20 sliepen erin en er zijn er 6 zijn erin gebleven. En waarom konden die er niet meer uitkomen? Omdat de groepsleider niet meer in staat was om nog in dat stuk te komen. De brandde zo hard en er was zoveel rookontwikkeling en zoveel vuur dat het niet meer ging. Ze konden gewoon niet erheen. Van de 6 slachtoffers kwamen er 5 in de vlammen en de rook om. Het 6e overleed in het ziekenhuis. In de grashoek sliepen kinderen tussen de 5 en de 20 jaar. Alle slachtoffers waren ouder dan 15. Het paviljoen de grashoek was volgens brandweer en politie op zich goed tegen brand beveiligd. Voor de slaapkamers gold een absoluut rookverbod. Toch moet daar vlakbij in de buurt de brand wel begonnen zijn. Ja, in de gang bij de slaapkamers, ja, inderdaad. Maar wat de oorzaak was? Dat is onbekend, het is volledig onbekend, we weten er helemaal niks van. Nee. We hopen dat het er wel uitkomt, we hopen dat de politie en brandweer een onderzoek instellen, waardoor het inderdaad duidelijk wordt van wat is er nu gebeurd. Want voor ons is natuurlijk ook belangrijk om te weten van hoe is het aan de gang gegaan en wat is er precies aan de hand geweest. De fatale.